Weet je, misschien ben ik naïef, maar als ik in een boekenzaak loop en ik zie al die tijdschriften, dan denk ik altijd van wauw, weet je, in potentie is dat een geweldige manier om interessante informatie te communiceren. Maar dan sla ik zo'n blaadje open en dan staan er 12 pagina's met handige bikini-tips. Ik heb ze gelezen. Weet je wat ik persoonlijk de meest handige bikini-tip vond? Dat is dat als je topless zont, hè, dus met alleen een broekje aan, dat het belangrijk is dat je het bovenstukje ook in de zon legt, omdat anders het broekje en het bovenstukje op een verschillende manier verkleuren. Ja, dat is een hele handige bikini-tip, een hele handige. Hey, stel je doet het niet, het is vakantie, je denkt, ah, de boel. Hey, je hebt dat bovenstukje ergens in een tasje gefrommeld, maar op een gegeven moment wil je een ijsje gaan eten. Je doet je bovenstukje aan, popom, 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 maar in je ooghoeken zie je de mensen al kijken, oh, dat broekje in het bovenstukje, jongen. Ja, en dan? Dan moet je dus diezelfde tijd dat het bovenstukje in het tasje heeft gezeten, moet je met alleen je bovenstukje in je blote kut, ja,